ik ben Leonie. Ik ben moeder van een zoontje van 10 maanden. Hij is niet zo groot, dus hij past nog mooi in de maxillicosie. Daarom ga ik jullie wat vertellen over de Pippi Carrier. De Pippi Carrier zit in een makkelijk zacht hoesje. Ik leg hem altijd gewoon in de auto. Dan heb ik hem altijd bij de hand als ik hem nodig heb. De Pippi Carrier is makkelijk te installeren. Door de uitschuifbare armen, zeg maar, kun je hem op de gewenste plek op je winkelwagen zetten. Ik zet hem altijd zo dicht mogelijk naar me toe. Zo had ik de meeste ruimte om de boodschappen in en uit te halen. De Pippi Carrier is ook een heel stuk veiliger. Hij staat gewoon nu vast op de winkelwagen. Door de bandjes van de Pippi Carrier, die haal je door de draagbeugel van de maxicosi. En klik en klaar. Ik heb bepaalde nadeeltjes ondervonden. Door de Pippi Carrier heb je wel minder ruimte om de boodschappen in en uit te halen. Wij halen altijd veel boodschappen, want we wonen niet zo dicht bij de supermarkt. Dus ze halen bijna vaak boodschappen voor een week. We gebruiken altijd boodschappenkrat. Die moet je altijd wel eerst inzetten voordat je Pippi Carrier installeert. En zo eerst ook de Pippi Carrier eraf haalt voordat je de boodschappenkrat eruit kunt halen. Maar het is wel echt te aanraden, want hij staat wel goed vast op je winkelwagentje. Dit was mijn ervaring over de Pippi Carrier. Tot ziens!